Hola amigos en welkom bij een nieuwe game video hier op zo. Wat een intro. Dit was niet gepland. Ik deed mijn toetsenbord in de lucht. Oepsie. Hola amigos en welkom bij een nieuwe game video hier op Aldus Games. En vandaag gaan we weer verder met mijn serie genaamd Minecraft The Last of Us. Een adventure map gebaseerd op het spel The Last of Us op de PlayStation 3. Wat ik heb gedaan. En holy crap. Ik schrok eventjes letterlijk van mijn toetsenbord. Jongens, jullie vinden deze serie zo ontiegelijk leuk. Ik heb gezien dat er meer dan 650 likes, dus duimpjes omhoog waren op de vorige video. Dus als jullie dat weer eventjes kunnen doen, dan maken jullie me helemaal blij. En dan gaan we nu weer lekker verder met ons avontuur hier in dit leuke spel. Hoppakee, ik breek het lekker het glas. Like no one really freaking cares. Is het water trouwens? Dit is water. Holy crap. Trouwens, als je het eerste deel niet hebt gezien, het linkje zal ik eventjes in de beschrijving zetten. En als ik dat ben vergeten, dan zeg maar, Roy, je bent het vergeten. Zet hem snel in de reacties. Oh mijn god. Jongens, we hebben leather pants en shells. En shells, dat zijn kogels. En dat vind ik nou, dat vind ik heel plezant. Kunnen we door deze deur? Nee. Kunnen we daar doorheen? Oh, dat zou zo vet zijn, hè. Als we... Oh, het is weg. Well, that was really awkward. Oké, dat slaat nergens op. Daar staat een zombie. Jongens. En we hebben een shotgun. Oh, maar kijk, hun staan achter de tralies. Dus dat komt mooi uit. Ik denk dat we hierin moeten, jongens. Hoppatee, hoppatee. Of, hier kunnen we zeker niet naar binnen. Nee, hier moeten we dus niet heen. Oh, wacht, we kunnen hier doorheen. Door de tralies. Stonden hier net niet eerst zombies? Of ben ik nou helemaal gek? Volgens mij wel. I don't know. Ja, dus laten we even kijken. Oh, hier zien we een knop, jongens. Dus dit is toch een knop, zeg maar, dat we iets krijgen. Een tip, bijvoorbeeld. Oh nee, dit is een checkpoint game saved. Kijk eens aan. Dus als we nu doodgaan, dan komen we daar. Dan belanden we daar. Oh nee, sporen, jongens. Sporen doen. Doe de kapjes op. Alsof we in het vliegtuig, alsof we in het vliegtuig zitten. Als de kapjes naar beneden vallen, doe hem eerst om uw eigen hoofd en daarna om uw kinderen. En adem normaal. Als je ooit in een vliegtuig hebt gezeten, dan weet je waar ik het over heb. En als je dat nog nooit hebt nooit in een vliegtuig hebt gezeten, dan denk ik echt van... Roy, wat voor debiel doe je nou weer? Nou, dat doen ze in het vliegtuig voordat je gaat opstijgen. Stel, de luchtdruk valt weg. En dan krijg je een mondkapje zo uit de... weet ik veel. Oh my god, jongens. Nee. Nee, nee. Hoppatee, dood. Lekker voor je. Haha. Oké. We gaan misschien volgens mij... Oh nee, shit. Oh, gelukkig. Ik dacht dat ik helemaal vast zat. Volgens mij gaan we iets veel te ver. Of, oh, ik dacht dat we hier heel ver konden lopen, zeg maar. En dan wilde ik nog eventjes teruggaan. Maar dat hoeft dus niet. Er zit hier letterlijk helemaal niks. Dat ga je toch niet menen? Ik wil even een glow stick plaatsen. Want ik zie echt letterlijk geen ene reet. Nou, ik zie mijn eigen als ik zo doe, maar oké. Dat doet er even niet toe. Ik zoek loot, jongens. Ik zoek lila loot. Maar volgens mij is... Oh, kijk. We kunnen hier naar boven, jongens. Maar dan ga ik toch nog eerst eventjes teruglopen. Want we kunnen hier... waar was dat? Zijn we al zo ver weer gelopen of zo? Hé, ik weet niet meer waar we zijn, hoor. Hoe zijn we nou... Hé? Kwamen we hier vandaan? Ik weet het even niet meer, hoor. Even serieus, ik weet het niet meer. Volgens mij... Ja, hier kwamen we vandaan. Maar kijk, hier hebben we niet gekeken. Hier wilde ik even heen. Oké, hier is dus letterlijk helemaal niks. Oké, hiervoor loop ik weer helemaal terug. Roy, wat doe je toch weer goed, hè? Ja, ik snap er niks van. Maar jongens, ik vind het trouwens heel erg leuk om jullie reacties te lezen op deze serie. En dat jullie het allemaal zo leuk vinden. En dat je zo van... Oh, Roy, weer The Last of Us? Nee, grapje. Nee, iemand zei dat wel. En dan zo van... Je kan er niet vanaf blijven, hè? Nee, dat klopt. Ik vind The Last of Us zo geweldig, jongens. You don't even wanna know. Kijk eens. De laddertje. Ellie, die zou hier helpen en de ladder aan ons geven. Maar Ellie is er vandaag niet meer. Jammer. Doei. Doei, Ellie. Hier zien we een mooie doos met shells. Yes. Ik hou van die shells. Ik ga dit zo even mooi plaatsen. Zo, dan is het mooi geordend. En dan kunnen we nu lekker verder op de trap, jongens. We built this city. Oh, een vloerkleed. Allemaal sporen. Gaat het allemaal weg, joh. En ligt hier een hoofd. Nou, leuk voor het hoofd. Doe je hoofd. Je zoekt het maar lekker uit. Ik ga hier lekker heen. Hoi. Oké, zijn hier dingetjes? Je gaat toch niet zeggen dat we met die lia... Oh nee, we moeten zo oversteken. Oké, maar ik wil eerst even kijken of hier nog wat loot is.
En anders... Nee, we kunnen het door. We kunnen letterlijk door. Er is geen ene loot. Loot. Oké. Okay. Jongens, hier zit een storytelling blokje. Dus er wordt nu een stukje verhaal verteld. Even kijken. There's a ladder over there. I should have much better view on those rooftops. Dus moeten we serieus daarheen gaan met parcours? Dat ga je toch niet menen, hè? We gaan eerst even hier kijken of we nog wat loot kunnen vinden. Want weet je, loot is zo ontiegelijk fijn. Dat je het echt gewoon soms nodig hebt. En vooral kogels. Want dat is zo ontiegelijk hard nodig. 3, 2, 1, go. Oh, ik deed gewoon de sprong. Oh my damn. Oké, jongens, als we hier vallen. Daar gaat gewoon... Oh my damn. Gaat een zombie. Even kijken. Zo. Kijk eens aan. En anders gingen we dood door die zombies. Dus dat zou niet zo fijn zijn. Oh, jongens, storytelling. Those lights over there look very promising. Maybe those survivors know a way out of this city. If they're still there. Oké, okay, dus hij zegt nu van... die lampen die je daar ziet, zeg maar het licht... Dat heeft misschien wel wat. Misschien zijn er wel andere survivors. Dus mensen die overleven. Ik kan hier niet verder. Jammer nou. Dus misschien kunnen we eventjes kijken of die nog leven. En dan kunnen we eventjes... misschien kunnen we met hun overleggen. Of iets doen. En dan, misschien liggen er nog wel wat anders bijzonders. Misschien een dikke loot of zo. Game saved. Dankjewel. We zijn nog niet dood gegaan. Ik voel me heel goed. Ik voel me pro. Oh, my damn. Nu niet meer, want ik hoor zombies. And I don't like zombies. I don't really don't like them. Oh, hij zit letterlijk in mijn oor. Oh, hello, boy. Hello and bye-bye. Oh, shit. Crap. Hij is nog steeds niet dood. Ik heb twee freaking shells gebruikt. Wat voor een debiel ben jij? Oh, hij is dood. Oké, gelukkig. Oh, nee. Oh, nee. Nee. Nee, er komt nog een zombie. Er komt nog een zombie. Hij staat daar. Shit, holy crap. Ik wil naar boven. Laat me naar boven. Misschien liggen loot. Ik ben een loot boy. Oké, we moeten hem vermoorden, jongens. Kan ik hier even opstaan? Shit. Shit, 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 shit. Dit klinkt niet goed. Kom hier. Kom maar. Kom maar. Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, yes. Oh, my damn. Ik ben zo bang eigenlijk voor die dingen. Gaat voor. Oh, en dit is drijfzand. Bah. Oké, jongens. Hier zien we een mooi blokje. Zo. Oh, crap. Oh, crap. Looks like I'm not going through here. Nou, dan moeten we dus daar doorheen. Maar hallo, er staat een freaking... 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 Shit. Holy crap. Oh, my damn. Oh, crap. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Oh, my damn. Oh, my damn. Oh, my damn. Oké, maar weet je wat we nu wel kunnen doen, jongens? We kunnen nu even de loot checken. Of hier nog wat loot was. Ik deed het dus gewoon expres, hoor. Dat ik gewoon dood ging. Hè? Hè? Nee, dat niet. Oké, we kunnen hier dus niet meer heen. Oké. Is helemaal niet erg. Oh, hij staat daar weer. Nou, dan vermoorden we hem nu. Lekker, toch? Hey, boy. Doei. Dag. Ik vind het jammer dat ze geen loot geven. Want in het echte spel deden ze dat natuurlijk wel. Dan gaven ze soms... ja, gewoon een paar kogels of zo. En dat zou wel fijn zijn. Of ze dat hier ook konden geven. Maar helaas, wat gebeurt hier? Ik ga dood. Door wat? Hoe de hel ga ik dood? Wat is deze? Ik snap er niks van. Ik ben opeens dood, maar niemand weet waarom. Als jij weet waarom, zet het alsjeblieft in de comments. Want opeens ben ik dood. Ik voel me niet goed. Ik vind het niet nice. Nee, even serieus. Hallo, hoe kon ik er dood gaan? Zijn het sporen of zo? I don't know. Hier, ik hoor wel monsters, maar ik zie ze niet, hoor. Ik kan ook niet via zo. Daar zijn ze. Maar hallo, ik ging hierheen. Toen ging ik dood. Maar ik zie hier geen zombies, hoor. Oké, snel lopen, jongens. Snel er doorheen. Oh, man. Het klinkt allemaal niet goed. Oh, ik heb een bed. Ik heb canned food. Oh ja, misschien kunnen we straks ook even wat gaan eten, jongens. Dat is misschien wel slim. Of niet? Of hebben we nog genoeg? Ja, we hebben nog genoeg zelfs. Dat kon ik ook zien aan de health bar. Maar hey... Nobody cares. Oké. Misschien is hier dikke loot. Letterlijk gewoon in zo'n hoekje gepropt. Wat een mooie comfortabele bedden. Ik heb ook zo'n vierkant bed thuis, hoor. Ja. En hier is een tv'tje. Wat leuk. Nee, ik heb geen vierkant bed thuis. Nee. Oh, jongens. Wat een weertje. Kijk eens uit. Oh, damn. Ze zijn hier beneden. Ze zijn er beneden. Ik heb een bed en ik heb nog een knife. Ik vind die knife wel een fijn werker. Kan ik hem nu niet aanvallen? Oh, lord. Nee, oké. Okay. Kunnen we hier nog heen? Nee, oké. Okay. Volgens mij probeer ik het elke keer bij zo'n deur, maar dan doen ze het nooit. Oké, okay, kom maar naar boven anders, hoor. Gast. Ik ga je vermoorden. Hij vermoordt mij nu ook. Oeh, hij heeft ook wat vast. Hij heeft ook wat vast. Hij is dood. Oké. Okay. Shit, er komt er nog één. Hij heeft een hakbel. Hij heeft een hakbel. Hij staat vast. Yes.
Yes, Roy. Yes, ik ga zo lekker nu, hè. Ik ga letterlijk zo lekker. Oh, nu niet meer. Er staat er nog één hier. Kan ik hem niet vermijden of zo? Zo, hoppatee. Ik laat hem lekker staan, hoor. Kijk, in de oh, er staat er nog... Jeetje, waarom staan er hier zoveel? Ik krijg gedood. Dit is niet goed. Oké, kom maar hierheen. Hey, dude. Oh, damn. Oh, damn. Oh, gelukkig. Ik ben zo bang steeds, hè. Ik wil niet doodgaan. Ik vind het jammer. Kom maar. Oh, dat was snel. Ik ben gewoon overpowered, jongens. I'm overpowered. Yeah, yeah. Oh, er staat hier een dude. Een survivor. Hi there, stranger. What is it that you're doing here? Dat zeggen wij. I'm leaving this town and you should probably do the same. That's impossible. I'm afraid. A few weeks back, we sent some of our men out there to find supplies. They never came back. But I have weapons. I can handle them pretty well. Well, if you really want so, there's one way. You can travel underground through the sewers. And how do I get it? How do I get there? There's an entrance on the other side of the street which will lead you there. But it's very dangerous. It's a very dangerous place. I don't really have an option here. I wish you the best of luck then. Don't say I don't warn you whatever supplies you may want or I need to guess you grab them. Thank you. Mogen we letterlijk hier spullen pakken? Dit zijn de liefste mensen ooit. Serieus, in de... Oh my lord, we krijgen zoveel spullen. We hebben boots, jongens. We hoeven niet meer op onze blote kakken te lopen. Holy crap. Yes. Yes. Hashtag geen blote voeten. Oh, make it trending, jongens. Nee, grapje. Oh my god. Maar deze mensen die dus hier ook zitten te surviven. Dus gewoon te overleven. Die geven ons letterlijk spullen. We mogen alles uit die chesten pakken. Hallo Desse. Heb je wat te lullen? Nee? Oké, doei. Maar we mogen letterlijk spullen pakken. Dat vind ik echt heel erg aardig, weet je dat? Volgens mij is het niet veel, want het was maar één chest. Maar hey, deze mensen die zochten ook gewoon spulletjes. Oh, hier is nog een chest. Deze mensen die hier allemaal staan, die zochten ook allemaal gewoon spulletjes. En daarom zijn ook een paar mensen van hun dood gegaan. En nu mogen we gewoon spulletjes hebben. Ik vind het wel heel, heel erg aardig. Hallo de. Hallo. Jullie mogen niet meer praten met elkaar. Ik douw jou in de hoek. Zo, klaar ermee. Oké, we kunnen denk ik maar weer gaan, jongens. Hey, goodbye. Doei. Zo, oké. Wacht, we moeten via binnen moeten we daarheen gaan. Want ik zag hier dat we eronder door kunnen gaan. Dus dan doen we dat lekker. Zo. Oh, er staan weer zombies hier. Nou, dat is funny. Er staan hier twee. Hij komt nu naar me toe. Well, that's funny. Jij komt maar lekker hierheen. En vermoord al deze survivors maar. Want ik mag ze niet. Oh, dit is even fijn. Dit is even fijn. Zo gaat hij dood terwijl hij me niet kan raken, jongens. Yes. One down. Oké, ik hoorde er eentje links en ik hoorde er eentje rechts. Ja, jij gaat maar dood. Oh, deze is zo... Dit is zo'n snelle. Dit is zo'n snelle jelle. Ga dood, alsjeblieft. Yes, oké. Nu ik het zie, we moeten even wat painkillers nemen, jongens. We hebben heel wat painkillers. Of nee, twee. Dit geeft ik niet. Zo. Oh, ik neem er maar eentje. En canned food heb ik niet echt nodig. Oké. Ik vind het wapen zo fijn, hè? Letterlijk. Dit klein... Oh, wacht. The knife of the dagger. I don't really care. Hallo, doei. Die was heel makkelijk. Die was letterlijk heel erg makkelijk. Oké, hier is dus geen loot te vinden. En dan gaan we gewoon maar lekker door, denk ik, jongens. Daar is ook geen loot. Hier is wel een lieve dude. Hey, dag. Dit wapen is echt baas, jongens. Holy crap, holy crap. Jullie me schrikken, jullie me schrikken. Mijn dagger, mijn knife is kapot. Oh, dat vind ik heel erg jammer. Dat was echt mijn favoriete wapen. Oh, hier staat er nog één. Ik hoef ze niet te vermoorden, maar dan kan ik gewoon rustig er doorheen lopen. En dat vind ik wel wat fijner. Oké, hij zei dat we door de sewers moesten gaan. En sewers zijn riolen. Dus het gaat weer lekker stinken, jongens. Het gaat weer heerlijk ruiken. Zo, kijk eens aan. Ik denk dat hier de doorgang daarvoor is. Authorization personeel only. Dus het personeel hiervan mag hier alleen doorheen. Nou, I don't really care. Sewer area 115B. Dit is letterlijk de deur. Oké, dat is nice. Fancy. Fancy, fancy. You don't really know. Oh shit, hier wil ik echt niet in vallen. Gadverdamme. Wat is dit? Oké. We hebben een glowstick erbij. Dat is wel even nice. Nu hebben we er vier. En dan kunnen we gewoon eventjes een lampje plaatsen. Kijk, gewoon een heel fancy lampje. En toen begon wel even zo'n zombie te kletsen hier.
En hier kunnen we heel mooi even de game saven. Kijk eens aan. Game saved. En we hebben weer painkillers. Canned food. Het gaat best wel goed trouwens, jongens. Oh, wat hoor ik voor eng geluid. Holy crap. Dit klinkt niet goed, jongens. Ik hoor allemaal rioolgeluiden. Gadverdamme. Maar jongens, hier gaan wij de volgende keer weer verder. Met ons avontuur. In The Last of Us in Minecraft. Jongens, ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke video vonden. En als je het een leuke video vond, geef jullie dat duimpje mogen doen. Want jullie kunnen het. Laten we weer de 500 likes proberen. Jullie kunnen het. Ik weet zeker, ik ruik het nu al met mijn neus dat jullie het kunnen. Bijzonder hè, dat ik dat bij mijn neus kan. Hey jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. En hopelijk tot de volgende keer weer met hier met een nieuwe video op Aldus Games. Jongens, bedankt voor het kijken. En bye bye.